Dit is weer zo'n dom idee voor gekke Mark. Hey, leuk dat jullie kijken naar de vlog van mijn zoon. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Blauw duimpje omhoog. Hey, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, de deur valt dicht. Het is heel erg vroeg in de ochtend. En ik ga nu eventjes als eerste van de dag boodschapjes doen. En dat hebben wij gewoon nodig. En ook als wij gaan verhuizen, dan moeten wij het gewoon altijd zelf doen. Ja, dan heb je geen lieve vader of moeder meer die het voor je doet. Want nu, jij woont nu gewoon nog thuis bij je ouders. En jouw vader en oom is ooit omhoog met de camera. Bukken. Oh ja, ik zal het even wennen met Mark naast me. Hoe lang ben je? 1,98 meter? Ja, op mijn paspoort staat 1,97, maar met schoenen dan... Met schoenen is het 1,99 meter. Dus echt bijna, laten we gewoon zeggen hij is 2 meter. Maar thuis doen je ouders altijd de boodschappen en dat is wel chill. En je moeder kookt altijd voor je. Weet je waar ik achter kom nu? Nou. Ik heb mijn ID bij D laten liggen, weet je wel. Oh, dan heb ik goed nieuws voor je. Ik wist dat je dat ging vergeten, dus ik heb hem in mijn portemonnee gestopt. Oh, nu ben ik al een soort vader van Mark. Ik moet nu al op hem letten, hè, dat alle zaakjes goed komen. Maar maakt niet uit. Wij gaan even een paar dingetjes halen. Want ik heb niet zoveel meer in huis als altijd als ik terugkom van D. Omdat ik dan ja, een tijdje niet thuis ben geweest. Dus dan ga ik ook geen heel veel boodschappen halen. Want anders dan is alles heel snel over de datum. Ik ga naar een afdeling toe waar ik heel vaak even kom. Waar ik heel vaak langskom. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen mevrouw. Kijk, de mensen zijn allemaal hartstikke enthousiast hier zo in het noorden. En dit is de afdeling waar ik heel graag kom. En nu ga ik even zoeken. Kijk, deze eieren haal ik altijd. En nu, goedemorgen. Hoi. En nu ga ik naar huis toe. Want wat ga je hiermee doen? Die ga je natuurlijk bakken. Ja, heel erg logisch. Eieren ga je natuurlijk bakken. En zo ziet het er al uit. Echt heerlijk. En laten we die ook gewoon meteen even gaan omdraaien. Ik zal wel aan Mark vragen om te filmen. En dan ga ik dit even op de professionele manier doen. 1, 2. Zo. Kijk dan. Ik ga niet zeggen waar die opening op lijkt, maar het is een mooi gebakken uitje. Het is net een pannenkoek. Dus dat is helemaal geslaagd. Mark, wij gaan straks heerlijk eten. Als een baas, man. Een geheime recept, hè? Ja, hoe goed doen we dit in de ochtend? Het is gewoon om maar 9:15. Ja, chill. We zijn al sinds 9 uur wakker. Nee, eerder zelfs. Ja, ik ben al sinds 8 uur wakker. Ja, 8:30 zoiets. Ja, 8:30. Ja, we doen het heel goed. We zitten goed in het ritme, dus dat is lekker. En wat doe je als je allebei het buikje helemaal vol hebt van het lekkere ei eten? Nou, dan ga je naar je moeder toe. Want mijn moeder die heeft de tomtom nodig. Mijn moeder die gaat 4-5 dagjes even lekker op vakantie nog op het allerlaatste met de motor. Dat vind ik echt super vet. Oh, motors rijden is echt vet. Heb je wel ooit motor gereden? Ik heb een crossmotor gehad. Wat? Ja, wist je niet? Nee? Ik heb een 125cc motortje gehad. Illegaal.nl. Ja, ja, daar heb ik mee gekrotst. Maar die heb ik helaas niet meer. Ik zou er wel graag nog eentje willen. Oh, vet man. Dus, motorrijden is alles wat op twee wielen rijdt is meestal super vet. Omdat je zoveel... Oh. Ja. Ik geef heel veel gas met deze auto. Ik rij in Mark's auto. Dus even wennen. Maar het is altijd vet, jongen, meestal, dingen op twee wielen. Want het is altijd zoveel adrenaline wat je krijgt dan op een motor. Op een scooter had ik dat ook altijd. Klein beetje opgevoerd. En dan is het ook wel relaxed dat je die adrenaline krijgt. Lekker scherp door die bochtjes. En ja, het was meer mijn hobby geworden. Ik stunt heel vaak met scooters, stoppies en wheelies. Dat vond ik gewoon vet, vet cool om te doen. En heel stoer natuurlijk. Nee, ik vond het gewoon chill. Altijd als ik me kut voelde of als ik ruzie had thuis of wat dan ook. Stapte ik op mijn scooter, ging naar het industrieterrein en ging daar de hele tijd wheelies maken en stoppies doen en zo. Ja, een beetje oefenen, beter worden. Dus dat vond ik altijd wel heel erg leuk om te doen. Maar anyways, mijn moeder heeft dus de tomtom nodig. Tom-tom. Ja. Ja, laatst was Tom bij mij. En toen zei ik tegen hem van, want D die bestuurde zeg maar de tomtom. En hoe kan je de tomtom nou besturen? Nee, hoeft niet. Dat is een beetje eng. Maar hij bestuurde de tomtom. En hoe kan je de tomtom nou besturen? De tomtom bestuurt de tom. Kijk. Ik hoef het al geen eens meer te zeggen, Mark die snapt al wat ik bedoel. Heel flauw grapje. Sorry voor de mensen die Tom heten, het is inderdaad een flauw kut grapje. En je hebt hem al 100.000 keer gehoord. Dat is precies hetzelfde als Enzo. Met wie ben je buiten? Ja, met Mark en Pieter en Tim en zo. Ja, Enzo. En wie nog meer dan? Ja, met Enzo. Ja, met wie nog meer dan? Ja, Enzo! Nou, dat is ook zoiets wat gewoon heel erg herkenbaar is. Maar nadat we dat hebben gedaan, zitten wij alweer in de auto. En dan gaan wij op weg naar het station iemand ophalen. En wie wij gaan ophalen... Oeh, politie. Oh, snel gaan we. Oeh, spannend! Ja, we rijden ook echt gewoon, kijk hier rechts even. Dat is het politiebureau. Dus ja. Oh, piep in de band. Maar oh, nu rijden we achter een politieauto. Nou, wij gaan even goed rijden. We checken jullie zo weer. Heus. Dames en heren.
Maak kennis met mijn lieve moeder. Ze is net een model, ze is net naar de kapper geweest. Nou, dat is een beetje overdreven. Dus okay, weet je wat ze dan zegt? Van, het ziet er mooi uit, je hebt geen dode puntjes. Nee, dus, dode puntjes eraan. Ja, het is helemaal mooi gedaan. Dus je ziet er echt weer hot uit. Dat noemen ze een milf. Nou, doe niet zo. Anyway, je hebt hier Ducati. Je gaat straks ook op de mooie Ducati motoren vandoor. Monster. Monster, Ducati Monster. En dat vind je echt lekker. Lekker, ja. Vind je echt leuk, hè? Lekker. Gerda achteraf. Lekker bij Gerda. Nee, maar volgend dat vind je zelf. Leuk. Ja. Volgend jaar zelf. Ja. Je gaat je eigen motorrijders halen. Ja. En dan ook een Ducati halen. Ja. Het zijn vette motors. Even halen. Even halen, alsof het niks is, even een motor halen. Ja. Sparen. Maar hoe lang ga je nou weg? 4 dagen. 4 dagen. En dan vrijdag. Ik had net naar Winterberg. Winterberg. Kan je een beetje Duits praten dan? Nee. Nee, alleen... Vind ik een rot taal, maar dat moet je niet zeggen, want opa was niet uit Duits. Oh ja, ik vind geen leuke taal. Sorry. Nee, ik ook niet. Zwijnhoend. Mensen zijn heel aardig daar, hoor. Vast. Ja, dat wel. Ja, want ik heb ook begrepen dat opa en oma gaan altijd naar Zuid-Frankrijk, maar ze gaan de laatste tijd steeds vaker naar Duitsland, omdat ze in Duitsland veel vriendelijker zijn dan in Frankrijk. Want Frans praat ze ook geen andere taal dan Frans. En Duitsland, die willen ook nog wel eens Engels praten, als het nodig is. Als het nodig is, ja. Maar ze gaan er ook wel een beetje van uit dat wij Duits kennen. Ja, omdat het heel erg veel lijkt op de Nederlandse taal natuurlijk. Ja, in maar ik vind het niet zo'n mooie taal en daar kan ik niks aan doen. Ja, ik ook niet. Het heeft ook verder niks met al die broestoorlogen en zo te maken. Dat is gewoon, dat heb je of dat heb je niet. Olifant voorbij. Olifant? Ja. Maak van de mug geen olifant. Vloog over. Oh. Oké, anyway, high five man. Veel plezier, have fun, doe voorzichtig op de motor. En dan zie ik jou volgende week weer. Ja. Dikke kus. Oh ja, mam die had me zo net gefeliciteerd al voor het huisje. Yeah. Ben je blij hè? Eindelijk het andere huis opzeggen. En dan woont mijn moeder echt officieel zeg maar hier en dan woon ik gewoon in Hilversum. Kun je lekker voor jezelf zo. Ja, Milan die vond het wel een beetje kut, want nu woon ik weer bij hem in de buurt. Ja. Ik woon echt 3 minuten bij hem vandaan. Dus als, ik vind het wel weer leuk. Ja. Dus de helft. Milan vast heel leuk. Ja, zeker. En de helft van de familie woont in het noorden en de helft in Hilversum. Dus het is gewoon eerlijk verdeeld eigenlijk. Ja. En we zien elkaar vaak. Heb ik niet zo last meer van jullie. Nee. Oké, ik zie jullie zo meteen weer. Hey. Autolife, het is de autoleef. Autolife, hoe zeg je dat? We zitten al heel veel in de auto, betekent dat? Net zoals treinleef, toch? Zo zeg je dat? Hashtag treinleef of zo? Dat zie ik wel eens met mensen die heel veel met de trein reizen, treinleven, et cetera. Gele auto! Gele auto, ik zag hem als eerst. Fuck yeah. Oké. Ik dacht dat hij uit was. Gele poster! Auw! Oh! Kijk, geel. Ah, het is een gele poster, maar die heb je niet genot. Die heb je niet genot. Ah, mijn arm. Godverdomme. Oké, we zijn weer lekker bezig deze ochtend. Wij gaan iemand ophalen en die iemand is 1, 2, 3. Een jam! Huppakee! What up? Dames en heren, ik stel jullie voor aan de enige echte Eugène Ninja. Wow, what the fuck? Oh my god! Overhemdje, allemaal roest. Oh my god! Gast! Ah, godverdomme! Allemaal roest! Oh my god! Een Marco Polo, jongen. Wat doe je? Er zat gewoon ruis. Oh, mijn hele camera. Je wilt een ninja zien, dan krijg je een ninja. Hij maakt gewoon mijn hele shit vies. Hij zit zelfs op je kin. Ja, jongen. Ik zit gewoon helemaal onder de roest. Ja, anyways, ik zit er helemaal onder, maar maakt niet uit. Dit is Eugène, dat is van Divimove, het netwerk waar ik bij zit. Hij komt even langs, onder andere om wat dingen te bespreken, omdat ik binnenkort waarschijnlijk weer op tv kom. Dus dat is fucking vet. Daar heb ik echt onwijs veel zin in. En daarnaast is hij gewoon ook even langskomen om te chillen. What up? En om mij lekker eitje gegeten. Ja, en om mij vies te maken natuurlijk. Je ziet het. Oh, geniaal man. Geniaal vies. Gadverdamme. Dus wij gaan nog even chillen. En dan straks breng ik hem terug naar het station. En dan vanmiddag heb ik opnames met de enige echte baas, Colin. En ik heb ook iets vets gekregen van Colin. Een heel erg mooi telefoonhoesje van Colin. Dus dat is wel dope. Oh, die wordt nu ook al meteen vies. Nou ja, niet zo handig. Weet je wat ik ga doen? Ik doe mijn telefoon weg. Ik ga naar binnen. Ik ga een ander shirt aan doen, want deze is vies geworden. Ik ga mijn gezicht wassen. Ik ga de camera wassen. Ik ga mijn hand... Oh, die Eugène is zo onhandig, jongen. Weet je wat ik dan doe? Dan pak ik deze. Dan pak ik deze. Ah! En dan heb ik ook een stok. Hè? Dan heb ik nu ook een stok. En weet je wat ik nu met deze stok ga doen? Ja, met deze stok ga ik nu naar Eugène toe. En dan pak ik de stok en dan... Zie je, nu heb ik een staak. En nu doe ik alsof hij een vampier is. Ja! Nee, jongen, come at me, bro! Ja! 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 Ja!
Oh man, weet je wat? We gooien deze stok gooien weer naar buiten. Voordat het uit de hand loopt. Want straks sla ik hem op zijn bek en dan moeten we naar het ziekenhuis en dan kan hij niet meer. Want Eugène woont in Berlijn, dus die moet ook vanavond weer vliegen naar Duitsland toe. Allemaal niet handig. Ik ga de boel weer opruimen, want ik heb gemold zoals altijd. Peace. Ik heb me moeten omkleden door deze motherfucker. En dat is maar goed ook, ik stuur hem meteen weg. Ik heb meteen een koffer bijgepakt voor hem. Hoppa, wegwezen die gast. Nee, het was gezellig. Goeie reis terug. En Mark, doe voorzichtig achter het stuur. Want je weet het, hè? Mark achter het stuur, bloed aan de muur. We gaan pranken. Even Eugène pranken. Ja, doe het. Toet er even één keer. Ja, dat is weer een boete van 230 euro. Jongen, jongen, jongen. Je leert het ook nooit. Nee, hij leert het ook nooit. Anyways, ik ga een video bewerken. Mark komt zo terug. Eugène niet. Nogmaals, laatste keer. Peace. Peace. Zo. Heerlijk even een plasje gepleegd. En dat moet ook gewoon gebeuren. Ja, hoort ook in het dagelijks leven. En het chillen is dat ik heel erg relaxed de opnames heb gehad. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Wat wij nu gaan doen is dat... Wat wij nu gaan doen is dat wij gaan even iets doen hier in huis. En dat is, wij gaan even noteren wat wij wel en niet gaan meenemen in deze woning, wat hier staat. Want het is dus zo dat mijn moeder heeft tegen mij gezegd, Enzo, alles behalve mijn tv mag jij meenemen naar je nieuwe woning. Dat houdt dus in de bank, het bed, de... eettafel, de afwasmachine, de koelkast. Want mijn moeder is bij die vriend gaan wonen. Dus heeft deze spullen niet nodig. En ze is gewoon heel erg aardig voor mij. Dat ze gewoon zegt van, Enzo, het bespaart jou gewoon heel veel geld. Als jij gewoon alles hiervan meeneemt. Want dit kan zij niet kwijt daar. En dan kan ze het wel gaan verkopen. Maar ja, ze gunt het mij gewoon heel erg dat ik dat mee kan nemen. Dus ik ben mijn moeder echt zo dankbaar. Want het gaat me zoveel geld schelen. Van bijvoorbeeld een bank, weet je wel hoe duur dat is? En een bed is echt super duur. Dus ik ben blij dat ik dat gewoon allemaal kan meenemen. Wij gaan een lijstje maken. Mogen we de trap ook meenemen? De trap mogen we niet meenemen, nee, dat gaat inderdaad niet. Maar wij gaan even een lijstje maken met wat we dus wel en niet meenemen. En dan ga ik jullie even meenemen naar boven heel erg snel. En ik ren de trap altijd super snel op. Maar je wil ook niet weten hoe vaak ik al op de trap ben gevallen. En volgens mij is dat herkenbaar. En hebben jullie precies hetzelfde. Ja, deze kamer is echt één grote troep. Dankjewel voor het scherpstellen. Duurde even. Je ziet het. Ja, dit is eigenlijk het washok en daarna een beetje het troephok geworden. Oh, dankjewel voor het licht, meneer. En nu is het dus de bedoeling. Ga weer scherpstellen. Wat is mijn camera raar aan het doen? Ja, Mark, je bent gewoon niet mooi genoeg. Kijk, want hier stelt hij wel scherp. Kijk, zie je? Auw. What the fuck? Oké, dus wij moeten alles... Hij is meteen bang. Dus wij moeten alles hier naartoe verplaatsen, waar eigenlijk ook een beetje een rotzooi is. En dan alles wat wij hier neerzetten, dat... Oh, what the fuck is dit? Oh, nu moet ik hier een zwarte balk opzetten, want dit is een kaartje met titel erop. Oh, dat is van mijn opa en oma. Ja, wat echt super komisch is, en dat had ik al aan Mark laten zien... Is dat mijn opa en oma zitten op dit moment in Zuid-Frankrijk. En die hadden mij een kaartje gestuurd. En dat doen ze elk jaar. En dan sturen ze altijd een vet mooi kaartje. Met een vet droge tekst erop. Bijvoorbeeld, ja, hier zie je een kaartje liggen van vorig jaar. Die we hebben bewaard. En beneden ligt er een nieuwe kaart met een naakte vrouw erop. En dan zegt mijn opa, schrijft dan op de achterkant. Van Enzo, zoals je ziet is het heel erg mooi natuur hier. En hebben we een mooi uitzicht. Groetjes, Henk en Marietje, zoals mijn opa en oma heten. Geweldig, echt prachtig. Dus heel veel van die kaartjes heb ik bewaard. Dan ga ik stiekem opvappen. Nee, grapje, dat is gekheid. Maar, oké. Okay. Oh ja, meteen een vraag aan Mark. Mark, die kast, wat gaan we daarmee doen? En deze kast, en met die kast. Ja, we moeten kijken. Ja, we moeten even kijken, even de deuren opentjes doen. En wat je altijd moet doen bij een kast is even zo kijken of hij niet instabiel is. Is dat een woord, instabiel? Geen idee. Oh. Kijken of hij een beetje nog recht staat. Zoals deze kast, die is aardig wankel. Dus die kunnen we denk ik niet meenemen. Dat is gewoon niet handig. Wow. Die is al helemaal niet goed rechtstaand. Wow. Ik kom eventjes niet uit mijn woorden. Wij gaan gewoon bezig. En dan hebben we aan het einde van de dag hopelijk al heel veel ingepakt. Het is een nog grotere bende hier geworden. Maar aan de andere kant, op deze kamer begint het al een beetje opgeruimd te worden. En Mark die staat hiervoor. Want wat gaat Mark doen?
We moeten de fiets ervan afhalen van de buurtcommissie of zoiets. Ja, er kwam net een of andere man in die zei, ja, wilt u de fiets er vandaag afhalen? Zullen we dat afspreken? Want ik ben van de huur, bla 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 of zo. Dus ik dacht, oké, prima. Nou, die fiets die is kapot, dus die hoef ik niet meer. Ik heb trouwens ook geen flauw idee hoe die erop komt. Dus Mark die vroeg, mag ik hem van het dak afgooien? Ik zei, ja, is prima. Dat klinkt als een goed idee. Dus ga je gang, Mark. Pas wel op dat je jezelf er niet achteraan gooit. Ook al heb ik het dan wel op de film. Voor de verzekering. Ik weet niet of het dan nog iets verzekerd wordt. Ik denk niet dat het door de ramen keldert of zo, weet je. Dat hoop ik ook niet. Het was jouw idee, niet de mijne. Ja, anders moeten we ook nog de glaszetter bellen vandaag. Denk je niet dat hij stuit het? Dit is weer zo'n dom idee voor gekke Mark. Ja? Oké, okay, gekke Mark aan de gang. Klaar? Let's go. RIP to the fiets. Oh, nou heb ik keivieze schoenen natuurlijk. Ja, het is niet zo lekker hier op het dak. En het is maar goed dat je niet te lang op blijft staan, want anders krijg je lekkage namelijk. Maar anyways, good job. 3 uur, bijna 4 uur later. En moet je kijken wat we hebben gedaan. Ik heb hier 2 eenpersoons matrassen staan, die ik mee ga nemen naar de nieuwe woning. Die 2 kasten gaan niet mee. Dit gaat wel allemaal mee, wat hier allemaal staat. Die kast die wil Mark hebben, dus die gaat mee. En als we dan even snel zo gaan naar deze kamer, dan zien jullie dat alles in die hoek is geschoven. En dat wordt allemaal opgehaald door iemand die het gaat verkopen. Via een website, denk ik. En ja, dit zijn mijn kleren. Dat moet ik nog allemaal wassen. En voor de rest, dit gaat ook allemaal weg. Hier is allemaal wasgoed. Dat gaat wel even een tijdje duren. En als we dan naar beneden lopen, dan zul je zien dat we hier ook nog een beetje bezig zijn geweest. Kijk, hier ligt nog wat troep. En moet je kijken. Oh, wij vinden dat wij een heerlijke pizza hebben verdiend. En als we die pizza gaan openmaken, dan... Oh, ziet dat er lekker uit. En we hebben gewoon 3, bijna 4 uur achter elkaar gewoon non-stop gewerkt. Hè? Gewoon alleen maar bezig al. Productief geweest vandaag, hè? Heel erg productief geweest. Wij gaan heerlijk eten, ga ik de boel nog een beetje verder opruimen. En dan na het eten, dan ga ik opnemen. Yes, let's do this. Ik weet onze relatie voorbij is. Markie boy, laat me even goed schrikken zo laat op de avond. Wij zijn nog goed bezig geweest met het huis. We hebben heel veel dingen verplaatst. En ik ben heel erg blij dat ik deze dag heb doorstaan. Ik ben echt fucking moe. We hebben gewoon keihard gewerkt, man. En niet alleen met dat, maar ook gewoon met andere afspraken en met video's opnemen. Oh, het was echt een hell of a job. Maar ook 2,5 uur. Ja, dat vind ik wel een beetje sneu voor Mark. Mark die moet nog helemaal naar Brabant rijden. Dus hij moet nog 2,5 uur in de auto zitten. Maar ik ga straks even wat veel suiker aan hem geven. Zodat hij onderweg een beetje suiker in zijn lichaam krijgt. En helemaal gek gaat doen. En dat hij wakker blijft. Dat is wel handig. Want anders is het gevaarlijk voor op de weg. Knolpower, hè? Een beetje knolpower. Knolpower! Ja, dat dus. Ik wil jullie allemaal heel, heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Heel erg tof. Doe nog allemaal even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Check trouwens ook even Mark's kanaal in de beschrijving. En hopelijk zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan ga ik nu echt heerlijk slapen gewoon. Ik ben echt kapot, mensen. Nee, ik stel me niet aan, maar ik heb zoveel te doen nog. En deze hele week moet ik nog alles opruimen. En ik moet ook nog een cadeautje verzinnen voor D. Ik heb het zo... Nee, gaat helemaal goed komen. Gewoon positief blijven. Hoeveel je ook te doen hebt, hoe zagrijnig je ook bent, hoeveel tegenslagen je ook hebt gehad, positief blijven. Motherfucking knolpower. Daar ga ik mee doen. Het gaat me helemaal lukken. High five. Dikke, vette peace. Knolpower.